10 euro voor deze nostalgische torso. 10 euro, wie biedt het? 10 euro. Ja, hier is 10 euro geboden. U mag er ook bij schreeuwen hoor. 12 euro. 12 euro geboden. 14. Is 14 euro. Wat hier weer gezwaaid. 16. Meneer achterin, doet u nog mee voor 16 euro? Dat snap ik wel voor die hakken. 18 euro. Wilt u nog 18 euro meer bieden? 20 euro. 27 euro. Dan heeft u hem gekocht voor 25 euro. Gefeliciteerd en heel veel plezier mee. Wat is uw drijfveer om zo actief te zijn voor gehandicapten in Gambia? Toen wij daar waren, heeft ons dat getroffen. En dat was de oorzaak van dat wij dit zijn begonnen. Mensen waren slecht af, mensen met een beperking waren daar slecht af. Mijn man heeft altijd in de sociale werkvoorziening gewerkt. En we hebben daar een sociale werkvoorziening opgezet. Wie biedt de 10 euro? Ja, 10 euro geboden. Heel goed, 12. Niet. Dan is die blinks verkocht voor 10 euro. Gefeliciteerd. We doen ieder jaar een gezamenlijk project. De mensen vinden het leuk om gezamenlijk iets te doen. En nou hebben we daar een veiling aan vastgeplakt voor een goed doel. Verkopen we het. En dit is de derde keer dit jaar. Dit jaar is het voor de derde keer dat we dit doen. We hebben een keer met stoelen gedaan die op punt stonden om naar het grofvuil te gaan. Met potten en schalen. En dit jaar met torso's, paspoppen. En vervolgens worden al die kunstobjecten geveild? Ja, en dat geld wat het oplevert gaat naar Gambia dit jaar. We samelen het in Nederland door allerlei activiteiten. Geven lezingen, gaan naar scholen, hebben sponsors. Ik geef workshops Afrikaanse kralen. Van alles doen we om aan geld te komen. Vandaag was de veiling. Wat vindt u daarvan? Wat vond u ervan? Ik vind het helemaal geweldig. Mensen zijn allemaal enthousiast. Ze hebben prachtige dingen gemaakt. En wij krijgen het geld. Nou, dat is toch helemaal super. Nederlanders doen goed in dit soort zaken. Bovendien is de opkomst nogal groot. Ja, heel groot. Het zit vol. Er moeten heel veel mensen staan. Het is gewoon geweldig. Wat denkt u wat de opbrengst zal zijn? Nou, we begonnen met Asito, hè? Heracles. De kleuren van Heracles, Asito, 500 euro. Dat was het basisbedrag. En ik denk dat er al wel 500 euro bijgekomen is. Dus.